als ze dat hebben. Maar doe je iets bij het vergroten, waardoor het zwart overstraalt? Ja. Ja, ja. Dat is het omgekeerde van softfogelwetopname, softfogelwetweermaken. Ja, ja. Vaak of altijd? Nee hoor, vaak. Nee. Ah, ja, ja, ja. Of echt toen in die tijd. Ik weet altijd in de periode dat ze leuk waren. Ja, nou, wel misschien. Hoor. Wel. Ik weet dat ik in het museum in Zwitserland heb ik een keer weer teruggezien. Dat is wat ik net gedaan. Dat was helemaal alsof dat... Nou, iemand zei mij kort geleden, een technische figuur, wie was dat? A. Heinz Marx van Marx en Schuring. Die vertelde in RC-papier, resin-coated of zo. Daar zit, de ontwikkelstoffen zitten al in de emulsie. Wist je dat? Ah ja, wat je ook koopt. Ja, dat hoor ik ook. Als dit het zou zijn, dan zit tussen de drager. Anders hadden we ook binnenkort zo. En de bovenkant zit het grootste deel van de ontwikkelstoffen die je in een klassieke ontwikkelaar hebt. Zit erin. En je zou ook kunnen ontwikkelen, niet met een complete Dektol of Ecobrom, maar met alleen de stimulator uit die ontwikkelaar. Je hebt zo van die, je hebt de twee methol, hydroquinone ontwikkelstoffen. Dan heb je de niet bederven natrium sulfiet. Je hebt kaliumbromide. En nog eentje. Was kaliumbromide niet het antisluier element? Heb je dat geleerd ooit op school? Allah, nee, maar goed. Maar hij zegt, je kunt RC kun je ontwikkelen met haast. Niks, want het zit er al in. En zegt tegen mij, als jij nou destijds niet uitontwikkeld hebt, toen ik mijn Amsterdam boek drukte en mijn Amsterdam tentoonstelling, met bariet ben ik gewend een te hard papier nemen, een heel gemeen belichten en dan op split second eruit sodemieten. Doe ik nooit. Helemaal. Ja, ik wel, met bariet gaat het fantastisch aan de kijken. Ook weer rare toontjes. Nee, dat heb ik dus juist nooit gedaan. Ik heb al deze cursussen, deze waren dus heel erg lang. Ik had hier de ontwikkeltijden van een half uur in. Ja, maar er komt nog niks meer bij na een tijdje. Of ja, ook bij dit spul. Ja, bij dit spul. Ah, maar dit is ook, ja. Ja. Nee. Met hier ook iets metalers opschieten, met alglans. Ja, ja. Mooi. Hele vreemde dingen. Ja, dat was echt zijn tijd van de. Ja. Begintijd van die geanceneerde fotografie. Ja, dit is ook afkomstig uit fotografie. Sam Blij. Ik werd het gemaakt. Ja. Waar je tekenen. Toen ik nog bij die Hansenbrief werkte. Tekeningen. Wat dan? Er zit hier een tekening in. Maakt die grote afdruk zoals die uiteindelijk wordt genoemd. Of film, geloof ik. Diapositief wordt het dan. Daarvan trekt hij ook in zo'n vacuümtoestand een negatief. En dat wordt dan geprint op platinum, platina papier. Maar, nou geeft het al een mooi beeld en een mooie toon en een grote houdbaarheid. Maar je bent dan met een tweede generatie negatief bezig. Dus je hebt al heel veel. Halftonen verloren. Nou, dus ik heb dat afgedaan. Ah, bon, je hebt het gedaan. Ja, en het vliesje is heel weinig, hoor. Wat? Ah, omdat je steeds in transparantie blijft. Ja. Wacht even. Dus, door. Dus het is nu gewoon plastic. Ik kan het ook nog druk. Ja, wacht even. Maar heb jij gewoon groot negatief? Ja, kijk, zo ook alles. Ja. Dat is helemaal opgebouwd, hè? Want vanuit het eerste laag heb je gewoon een negatief met een klein beeld. Ja. Uitgevuld. Bewerkt. Ah, en dan. Ja, dan ben je alles eerst wat je aan tekent, dan ga je weer in een klein kastje stoppen. En daarna weer de chart maken. Dat is heel ingewikkeld. Dat is omslachtig. Klopt niet. Dat is reproductiefotografie. Ja. Maar het is gewoon, vind ik niet juist. Maar goed. Het is niet slim. Ja. Je moet het zo groot houden als je. 1 op 1. 1 op 1. 1 op 1 is het mooiste. Ja, maar hij kon toch niet. Is hij opnieuw van tekenen? Wat? Toen is hij opnieuw van tekenen. Op een folie. Op een transparante folie. Ja. Ah ja. Dat ben ik hier al genoeg.
En daardoor kwam ik helemaal in die... Ja. Ja. Voor het eerst, dat kan vanaf klein beeld dia's fotocopie op fotocopieermachine vergroten. Wist je dat al? Wist ik niet dat het kon. En dat, ze hadden wel gezegd bij Canon, dat gaat eraan komen. En, nou, vrij aardige kwaliteit. Wat is het? Lieve Prins, een meisje wat hier wel van hoeft, is ook nog gespecialiseerd. Wie? Lieve Prins. Wat doet hij dan? Hij doet... Oh.